Rosales. Foley. Olufare. Rosales ineens uit de lucht die bal. Dit is het gevaarlijkste wat we al hebben gezien in meer dan een half uur eerste helft. Met alleen maar wat gerommel en meer fouten dan goede passes. Leje. Leje kan ook gewoon trappen zo. Dat balletje was slim en dan Roelands. Laat de kans liggen. Dit was de eerste echte grote kans in deze wedstrijd. Na dan toch eens een redelijke combinatie van de Zultenwaregem Leje. Daar zat de Roek dan tussen en die ligt die bal klaar voor Kevin Roelands. Maar Tol kon daar niet aan. Maar dan Roelands, een open schietkans. Hij mikt hem over de kruising. Olufade krijgt die bal mee van Foley. En dan hebben we ook een deftige doelpoging van AA Gent. Een minuut of drie voor de rust. Thijs pikt op. Misverstandje met de Ruiz. Die bal komt toch nog bij Rosales terecht. En daar is aan de eerste paal Foley. Hij kan die bal niet naar beneden drukken. En zo hebben we in de laatste vijf minuten van deze slaapverwekkende eerste helft toch wat beweging in de rechthoek voor de neus van Zultenwaregem doelman Bossu. Zonder dat hij echt bedreigd wordt. Buizen. Neert. Leje. Aan de tweede paal is Berrier en die maait helemaal naast die bal. Zicht een beetje belemmerd door Moya. Maar die bal kwam wel goed. Dit was een kans voor Berrier. Berrier, Leje. Dat is een goede paal van Berrier. Leje ontspeelt Soler. En dan kwam hij daar redelijk scherp voor de goal van Jorgasevic. Maar dit was een echte kans. De tweede. In een minuutje tijd en zo begint deze tweede helft toch een stuk interessanter dan heel de eerste helft is geweest. Hij omspeelt Soeler en dan vindt hij net het kader niet, deze Senegalees van Zultenwaregem. Ruiz. Olufade, goed vertrokken. Olufade, erg scherp, kap naar binnen. Hij wordt dan geraakt en dan kan je daar inderdaad een strafschop voor fluiten. Ja, Dane begaat de overtreding. Olufade die knap terugkapt en dan heeft hij even dat steunbeen mee. Karel Dane en dan gaat die bal op de stip. Is deze wedstrijd nu helemaal los? Mogelijk wel, want Gent komt 0-1 voor. En dat net nadat Zultenwaregem twee goede kansen had uitgespeeld. En Preud'homme besefte dat Gent een beetje meeval heeft hier. Prima omgezet overigens. Ruiz. Moya. Daar is Foley. Wat neemt hij die bal enig mooi op de slof. Ja, dat was dus een vloeiende aanval van Gent. Moya die bal naar binnen en dan Foley neemt hij heel goed op zijn slof in de bots. En dan is Bossut volslagen kansloos. En lijkt deze wedstrijd nu met toch nog iets minder dan een half uur te spelen in een beslissende plooi te vallen. Mutombo, nu kan hij misschien eens de actie proberen. Goeie bal. Roelands niet. Mato, ruimte. En dan pech bij de afwerking. Dit was knap gedaan van Thomas Mato. En zo komt Zultenwaregem nu toch een tweede keer al dicht bij de aansluitingstreffer. Al heeft het de grootste moeite om in de buurt van Jorgasevic te komen. Dit was een goede kans voor Maton. Mutombo. Maton met het overzicht. Goede bal op Berrier. En dan moet hij trappen. Een goede redding van Jorgasevic. Dan gaat die bal net naast de goal.